welkom bij deze nieuwe video. Ik sta in mijn gang. Hier heb ik nog nooit een video opgenomen. Ze zijn hier buiten voor de deur aan het boren. Ik hoop dat jullie het niet al te veel horen. Dat ruimt, haha. Maar ik dacht, ik ga vandaag mijn jatsencollectie laten zien. Jullie hebben al heel vaak mijn kleding gezien, mijn make-up gezien, mijn haarproducten gezien. Jullie hebben echter nog nooit mijn jassencollectie gezien. Ik wilde kleding zeggen. Mijn jassencollectie hangt hier beneden in de gang. Fun fact, ik was nooit een persoon met veel jassen. Ik haalde gewoon letterlijk ieder jaar één winterjas en that's it. Daar deed ik dan gewoon de hele winter mee. Af en toe twee winters. Ik was niet echt een fan van jassen. Ik vind een jas, vooral een winterjas, maar ook altijd heel groot en dik maken. Maar dit jaar is dat echt heel anders gelopen, zoals je kunt zien. Ik heb een heleboel jassen. Ik heb ze allemaal hier beneden opgehangen. Mijn moeder is er niet blij mee dat ik ze allemaal hier heb opgehangen. Maar ik had gewoon letterlijk geen plek meer om mijn jassen op te hangen. En jassen zijn groot. Dus als je er veel hebt, ja, ze nemen gewoon heel veel plek in beslag. Dus ik heb ze gewoon lekker allemaal hier opgehangen in de gang. En ik ga ze jullie vandaag allemaal laten zien. En ook een leuke fun fact, bijna allemaal jassen zijn betaalbaar. Ik zal ook van allemaal een linkje zetten beneden in de beschrijving. Tenminste, als ik ze online heb gehaald en als ze er nog zijn. Dus ja, laten we gewoon snel beginnen. Vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met mijn jassencollectie. Oké, ik heb dus echt een heleboel jassen. Heel veel verschillende kleuren. De soort jas die ik het meeste heb zijn teddy jassen, want daar hou ik van. En die hangen allemaal hier. Die heb ik hier allemaal bij elkaar gehangen. En dan kan ik die straks allemaal bespreken. Maar we gaan helemaal beginnen aan deze kant. En dit is mijn allereerste jas die ik ga laten zien. En dit is echt een hele leuke aparte jas. Deze heb ik gekocht in een winkeltje in Rotterdam. En elke keer als ik deze aan heb, echt iedereen begint over mijn jas. Hij is helemaal zwart leer. En hier heeft hij bont en hier ook zo. Maar het is geen echt bont. En hier gaat hij zo wijd. Hij is niet heel lang. Hij valt net over de kont. Maar hier gaat hij zo wijd. En echt, ik zie eruit als een elfje of zo. Echt als een prinses. Dit is echt een super, super vrouwelijke jas. Hij heeft ook een capuchon. Ben ik ook heel blij mee. De meeste die ik heb, hebben geen capuchon. En hij gaat gewoon zo hier dicht met een knoop. En dan gewoon zo'n band om het te strikken. Dit is echt mijn meeste vrouwelijke jas. Deze draag ik altijd met een korte rok. Of als ik blote benen heb. Of wat dan ook. Ze maken hier een partij geluid. Net de dag dat ik hier beneden een video maak, zijn ze hier aan het boren. Maar goed, dit is dus echt een van mijn fave jassen. Draag ik niet heel vaak, want met een broek vind ik hem niet mooi. Ik vind hem alleen maar mooi met een panty of blote beentjes. Dus echt alleen maar met een rokje of zo. Dit is een van mijn meest unieke jassen, zoals je kunt zien. Alleen al de kleur. Deze draag ik niet heel vaak, omdat hij gewoon echt heel heftig is. En echt alleen maar staat met bepaalde looks. Deze heb ik besteld bij Miss Guided. En dit is een jas van de collectie in samenwerking met Carly Bible, de influencer. Zij heeft een hele collectie uitgebracht met hun. En deze jas is daar één van. Hij is echt heel erg lang. Helemaal van leer. En dan hier bont en hier. Net als die zwarte jas van net. En ik vind hem echt super duper leuk. Elke keer als ik hem draag, begint ook echt iedereen over mijn jas. Ik ben echt zo extra. Dit is echt een jas voor iedereen die een beetje extra is. Je hebt hem ook in het lichte blauw. Maar ik vond groen wel gewoon echt iets hebben. Welke maat heb ik hem? Ik heb hem in de maat 36. Echt een super leuke jas. Ook een van mijn duurste. Hij was volgens mij 70 euro als ik het goed heb. En hij gaat zo dicht hier zo in het midden. Maar echt een hele leuke jas. Voor alle vrouwen die een beetje extra zijn, net als ik, is dit echt een leuke jas voor jou. Hier een zwarte trenchcoat van leer. Deze jas is van Shein. Ik heb er echt een heleboel van daar. Deze heb ik in maat S. Dit is echt voor mijn grungy gothic outfits. Hij is gewoon helemaal zwart leer. Ik was een beetje beïnvloed door Instagram. Ik zag daar zoveel meiden met zo'n jas. En nog van die hoge boots en zwarte edgy outfits. En ik dacht, dat vind ik ook heel leuk. Dus hij is echt super leuk. Het is toch net iets anders dan een zwarte normale jas. Want hij is van leer. En dat geeft toch een beetje een andere soort effect. Dan gewoon zo'n saaie zwarte trenchcoat. Die ik ook heb. Die ga ik wel zo laten zien. Maar hij is ook niet al te duur. Lekker lang. En hij past helemaal goed. En op zich is hij ook al best wel warm. Zou je niet verwachten. Maar is hij wel echt. Dus echt een hele leuke jas. Dan hier de normale versie
van die trenchcoat. Gewoon de normale zwarte trench. Dit is echt een van mijn meest gedragen jassen. Je kunt ook zien waarom. Hij is gewoon lekker basic. Ook past met heel veel verschillende outfitjes. Hij is ook best wel lang. En hij gaat gewoon weer dicht met zo'n band. Maar ik laat hem normaal gewoon een beetje zo open. Deze heb ik al heel lang. Deze heb ik gehaald in een winkel in Breda. Hij was ook slechts 20 euro. Maar hij is echt hele goede kwaliteit. Best wel dik. Best wel warm. Ik heb hem al wel echt 2 jaar of zo. 2 of 3 jaar. Dus ik weet ook niet meer waar ik hem heb gehaald. Maar dit soort jassen heb je echt overal. Gewoon heel normaal zwart trenchcoat. Echt ideaal voor heel veel looks. I love it. En dan trenchcoat nummer 3. Deze is ook van Shein. Een groene versie. Ik heb hem ook in maat S. Deze kostte meer dan die zwarte van net. Alleen qua kwaliteit vind ik die andere beter. Die is wat dikker. Terwijl dit is meer een dunnere trenchcoat. Maar nog wel heel mooi. Ik heb hem nog niet heel veel gedragen. Want ik heb niet heel vaak looks die hierbij matchen. Maar zodra ik dat heb, gebruik ik hem wel echt. Het enige wat een beetje anders is, is de mouw is niet heel lang. Dus hij is niet echt heel wintervriendelijk. Maar voor de herfst, lente, dat soort weer, is hij echt ideaal. De kleur groen vind ik ook heel mooi. Zo'n beetje donkergroen. Dat vind ik echt best wel chic. En hij is weer best wel lang. Dus echt een hele leuke trenchcoat. Dan hier nog een jas. Is de trench. Ik vind het niet echt een trenchcoat. En dit is een jas van de Primark. Deze heb ik ook al wel eventjes. Ik heb hem ook weer in de maat 36. Deze is echt heel mooi ook. Dit is een jas die ik heel vaak heb gedragen. Want hij is heel chic. Dus altijd wanneer ik voor een chique look ga. Met nude, wit, dat soort kleuren. Dan is dit echt de jas waar ik voor ga. Hij kan dicht met 2 knopen. Maar dat doe ik nooit. Ik doe eigenlijk bijna geen enkele jas echt dicht. Meestal laat ik ze gewoon open. En dit is ook echt een hele leuke jas. Nogmaals, ik denk dat de Prium niet meer heeft. Ik heb hem al best wel lang. Maar ook dit is weer iets wat je echt gewoon overal hebt. Dus echt een hele leuke jas. Ik vind het belangrijk om echt heel veel verschillende jassen te hebben. Met heel veel verschillende stijlen. Want dan, ja, dan heb ik gewoon met elke look een match. En dit is dus meer voor als ik ga voor een chique look. Oké, dan ga ik nou beginnen aan al mijn teddy jassen. Die heb ik echt een heleboel. En ik ga beginnen met de meest heftige. Dit is echt mijn kitsch outfit. Helemaal panter. I love it. Ik heb hem in maat S. En hij is van Shein. Bijna allemaal zijn vandaar. Hij is super zacht, jongens. Konden jullie maar voelen wat ik voel. Dit doe ik aan als ik een fully black outfit heb of zo. Ik doe dit niet aan als ik al iets heftigs aan heb. Want hij is al gewoon echt heftig van zichzelf. Hij is wel heel extra. Ook dit is weer iets waarvan iedereen gaat beginnen over je jas. Dus je valt echt op. Maar ik vind hem echt super leuk. Ook gewoon lekker lang. I love it. Ik ben hier heel blij mee. En dit is mijn meest zachte jas die ik heb. Dus echt super leuk. Ik kom echt zo van het kamp. Echt een leuke jas. Ik vind de kleuren ook heel mooi. I love it. Dan mijn nieuwste aanwinst. Deze witte versie. Als je mijn laatste Shein video hebt gezien, dan heb je hem gezien. Ik heb hem ook weer in maat S. Deze is super mooi en heel chic. Qua teddy is dit mijn meest chique, want hij is zo wit. En dat witte, ik weet niet wat het is, maar het geeft gewoon een hele luxe, chique uitstraling. Terwijl het gewoon een goedkope jas is van Shein. Hij is best wel lang, echt tot over de knie. En hij is heel zacht. Hij is best wel dik ook, dus I love it. Echt een hele, hele mooie jas. Van binnen ook helemaal mooi wit. Let wel op, wit wordt heel snel vies. Dus daar moet je wel mee opletten. Maar ik vind hem zo mooi. Mijn moeder zei ook echt gelijk, wauw, dit is echt een hele, hele mooie jas. Dus echt super duper mooi. En ik had nog niks wit, dus hier ben ik heel blij mee. Dan ook weer een van mijn meest gedragen jassen. Deze zwarte teddy jas. Deze is ook van Shein, ook weer maat S. En hij is echt heel lang. Gewoon bijna tot aan je enkels. Geen enkele die ik hier heb is zo lang. Maar ja, hij is gewoon heel makkelijk, simpel, zwart. Dus echt te dragen met een heleboel verschillende looks. Enige wat wel iets minder is, hij is wel echt heel dun. Hij is echt een stuk dunner dan de rest. Dus dat wel. Ik vind hem niet echt heel heavy winterproof. Als het echt in de min gaat of echt sneeuw en zo, dan is dit echt niet dik genoeg. Maar voor de rest is hij gewoon wel echt fijn en gewoon ja. Ja, wat er valt er nog over te vertellen. Hij is gewoon heel makkelijk en zwart. En dan heb ik hier een rode versie. Dit is een jas van de Zara. Deze heb ik in een maat M. Deze is echt hele, hele goede kwaliteit. Hij is echt heel zwaar. Veel zwaarder dan die andere. Hij is niet heel lang. Hij valt tot over de kont, tot aan de knie ongeveer. Hij kan ook weer dicht. Maar nogmaals, ik laat hem weer open. Deze is echt super mooi met rode lipstick of zo. Echt heel erg mooi vrouwelijk. Heel romantisch.
heel mooi ook weer met een fully black look of wat dan ook. Hij is echt heel erg dik. I love it. Dit is ook echt iets wat ik echt vaak heb gedragen, omdat hij ook echt met best wel veel looks past. Dus echt super mooi. En dan last but not least, deze teddy jas was mijn eerste. Hij is heel mooi nude. En dit is qua dikte ook de beste die ik heb. Deze is kwalitatief zo goed. Hij is zo dik. Hij is dikker dan elke jas die hier hangt. Al is het min 10 graden. Deze jas houdt jou warm. En jullie gaan schrikken van waar ik hem heb gehaald. AliExpress. Hij was wel wat duur vandaag. Hij was iets van 40 euro of zo. Ik heb maat S. Maar dit is echt qua kwaliteit echt alsof ik hem heb gehaald voor 200 euro. Jongens, hij is zo dik. Ik heb hier echt buiten mee gewandeld. Echt in min 5 graden en zo. En ik heb het gewoon echt warm. Terwijl met een andere is het gewoon oprecht nog een beetje koud. Maar hiermee, deze is zo amazing. Ik heb hem al wel een aantal jaar. Echt 2 jaar of zo of 1 jaar. Ik weet niet precies hoe lang. Maar ik ga hem nog wel voor jullie zoeken. En als hij er nog is, dan staat er een linkje beneden in de beschrijving. Maar dit is echt de beste winterjas ever. De kleur is ook heel mooi. Ik weet niet of er nog andere kleuren zijn, maar vast wel. Heel erg mooi. Heel mooi nude. Heel zacht. Lekker dik. Echt een fenomenale jas. En dat voor AliExpress. Echt, ik ben impressed. Nou jongens, dat was het dan. Dit was mijn hele jassencollectie. I love them. Ik ben echt blij met elke jas. Nogmaals, als je dus iets hebt gezien waarvan je denkt, hey, die wil ik ook hebben. Alles staat beneden in de beschrijving. En als het er niet is, dan is er gewoon niet meer. Maar ik weet zeker dat bijna elke die ik hier heb hangen, er gewoon nog wel is, die kan ik nog wel vinden, want heel veel is ook best wel nieuw. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Een beetje een ander soort video vandaag, maar ik vond het weer heel leuk om te maken. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn hoofd hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!